Kijk, David, ik hier live op Castle of Love. Ik ben Marijke. David, en we staan bij... Dieter Koblenz, slagerzanger en feestmaker op de Castle of Love vandaag. Wel, Dieter, aangename kennismaking. Hoe komt het eigenlijk dat jij slagerzanger bent geworden? Ja, ik ben opgegroeid met Duitse muziek. En ik denk altijd, je moet muziek maken die mensen pleziert. En ik hou van zingen, ik heb een gouden stem. Dus wat doen we dan? Dan springen we de bühne op en zeggen we... Hossa! Is dat prachtig of niet? Dat is heel prachtig. En hoe lang ben jij eigenlijk al bezig nu? Ook sinds van geboorte af. Ik ben schreeuwend ter wereld gekomen en dat doe ik nog steeds. Ik ben zelfs volgens mij op een muziek van de jukebox gemaakt door mijn ouders. Een intieme moment. Heb je dat al nagevraagd? Dat is mij zo zijdelings ter oren gekomen. En sinds hoeveel jaartjes bent u bekend geworden bij de mensen? Ik brak door 15 jaar geleden ongeveer. Ja. Okay. En sindsdien is de trein niet meer te stoppen. En het is een droom die uitkomt, op het podium staan en zingen. Ik denk dat voor iedereen die vandaag op een evenement als dit is, een droom uitkomt. Of je nu zanger bent die mag zingen, of dat je participant bent die een jaar lang spaart om 20 euro bij elkaar te krijgen om hier op te zuiven. Ja. Dat is toch wonderbaar. Maar het zal iets meer zijn dan 20 euro, ja, dat zou vermoed ik. Maar, met de fiscale aftrek. Dus ja, ik denk dat 21% BTW. Hebben jullie lang moeten rijden om hier naartoe te komen? Iets meer dan ongeveer 2 uurtjes eigenlijk. 2 uur? Oh, zijn jullie van de kanten van Gent? Of Oostende? Ja. Ik ben van de kanten van Oostende meer, hè? Voilà, ja. Brugge. Een beetje meer Brugge. Ook prachtig mooi met alle met de kanaaltjes en water en oude gebouwen. Goede schilders en interieur en prachtig. Dat klopt. Je houdt van België? Of, Ik hou van, moet ik zeggen, alles wat mooi is. En ik moet zeggen, de plaatsen waar jullie vandaan komen, prachtig, fantastisch mooi. Het is natuurlijk wel een beetje oud, maar dat hopen we allemaal te worden, niet? Ja. Historie heeft ook zijn stijl. Dat bedoel ik. En vandaag schrijven wij hier historie met jullie twee die van ver gekomen zijn. Jullie doen zelf ook evenementen organiseren? Wij doen interviews van zowel opkomend als gevestigd talent. En dat kan heel breed gaan natuurlijk. Hè? Ja. Ja, de fans die staan hier natuurlijk al bij voor foto's te nemen. Ja, dat mag. Ze zijn een beetje opdringerig, maar ja. Ja. Er staat een mannelijke fan, die wimpel ik wel af. Voilà. Een vrouwelijke fans is een ander verhaal. Dat is een ander natuurlijk. Verhaal. Dan hadden we even vijf minuten de politie komt ook al kijken of ik genoeg alcohol gehad heb. Voilà, kijk. Anders kunnen ze nog een beetje bijbrengen of zo. Hè? Ja, mijn escorten die zorgen dat ik veilig weer terug in de heimat kom. Ah, ja, ah, dat is handig. Maar we moeten natuurlijk ook nog oktoberfeesten gaan doen overal, hè? Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Oktoberfeesten met een kleintje pils. In Wiese bij ons in België, die zijn natuurlijk wel gekend. Prachtig. Oktoberfesten. Ze worden niet meer gedaan, maar vroeger... Mag ik iets leuks, een kleine anekdote geven? Ik heb een keer gezongen voor het personeel van Plopsaland. Dat was prachtig mooi. Leuk, van de toiletjuffrouw tot met de prikker van papier. Gert Verhoest. Prachtig, prachtig, leuk. Mag ik vragen, wat zijn zo nog jouw toekomststromen? Een toekomstdoel moet je eigenlijk niet hebben. Dromen verwezenlijken, dat is elke dag iets moois doen. Ik kan wel plannen, over 10 jaar wil ik een huis op Miami. Maar ik hoop dat ik het tegen die tijd alweer opgezopen heb. Want dan hebben we het op zijn minst nog 10 jaar fantastisch leuk gehad. Okay. Begrijp je? Genieten van het leven. Dat moet iedereen doen, daarom ben ik zanger. Hallo! Daar komt een andere top DJ die weer voor veel geld hier zijn kunsten mag vertonen. Zo zijn er veel natuurlijk. Ja. Zowel de politie die er ook toe komt. Oh, wacht team. Hallo, handhavers. Ze doen verschrikkelijk hun best om alles in goed. Toekomstdromen, jongen, die moeten we allemaal hebben. Oké. Okay. Dat mag. Mag ik eens vragen? Herinner jij je nog jouw meest beschamend moment op het podium? Ja. Wil je dat elke meedelen? Elke keer weer opnieuw. Wat hebben wij als artiesten al eens meegemaakt? De stroom is uitgevallen. Ik was zeiknat geregend. Er kwam een te mooie vrouw vragen om met mij op de foto te gaan. En die is nog steeds Facebook-vriendin. Maar dat,
Beschamende momenten. Ik sta op je tenen, sorry. Zo. Dat is een orde. Ze hebben je panty al helemaal kapot getrokken. Ja. Ja, maar dat hoort bij de outfit natuurlijk van het evenement. Nee, we hebben geen beschamende momenten. Je put overal energie uit, alles is mooi. Ik schiet er nooit een penalty naast tijdens een belangrijke wedstrijd. Hooguit even tegen de paal. Ah, toen moet dat eens kunnen. Ja, ja, ja. Jouw zotste fan tot nu toe? Nou, er zijn er best wel veel, maar het is meestal een momentopname. Mensen willen een foto, mensen willen een interview, mensen willen... Maar ik heb al eens liefdesbrieven gekregen waarvan ik dacht... Wat moet ik hier nou mee? Mensen willen de kleren van uw lijf scheuren en zo. Nee, zo'n lederhose, hallo. Heb je alles een Reebok kaal geplukt? Dat is niet dat zo makkelijk. Niet, dat lukt niet. Oké, waar kunnen jouw fans jou vinden op Facebook? Of op internet? Op internet, www.dieterkoblenz.de. Kijk naar YouTube, daar staan al mijn filmen op. En alle momenten die ik in van hier tot Oostenrijk, alle clips. Dus, en dat zijn er veel. Dus met nadruk.de. Het mag ook .nl, want ik heb ook ervoor gezorgd dat mensen die niet verder komen dan de lagere school... Dat die ook nog kunnen inloggen. Voilà, zo is dat. Nu, ik weet niet waar je eigenlijk nog dingen op jouw bucketlist hebt staan. Ik heb heel veel wat ik nog graag zou willen meemaken en alles wat ik graag zou willen doen. Maar het mooiste is, aankomende oktober, dan is het... het Oktoberfeest in Sittard, waar ik ooit ben doorgebroken, waar ik 10 jaar lang hoofdattractie ben. Dat is dit jaar en dat moet toch wel het moment der momenten worden. Met een massale groepering van al jouw fans samen, die volledig los. Elke avond weer 3.500 vaste fans, meer gaan niet in de tent, dus prima. Voilà, dat is mooi. En wil ik nodig ook jullie wel uit, kom gezellig langs. Zeker doen. Maar wel bier drinken, hè? Oh, ik drink voor twee. Ah, kijk eens aan. Dan gaat zij rijden. Oh, ja, maar ik kan ook naar zijn hotels zat. Oké. Ah, voilà. Naar huis rijden is niet altijd een optie. Nadruk op zat. Zoet het even na. Oktoberfeest Sittard. Wellicht zien we ons. En voor de kijkers thuis, dit was een interview. Oké, Dieter, hartelijk bedankt voor het interview. En bouw je nog een feestje van vanavond? Ik denk wel dat het nog wel... dat we niet droog houden. Oké, het wordt nog een feestje. Ja. Oké, dit was Project Daybreak, live op Castle of Love. Dankjewel. Hartelijk dank. Wel thuis. Tjus. Nog even met z'n drietjes. Ja, we gaan...